43 jaar is het geleden dat een sprinter uit West-Vlaanderen na 13 ritzeges de Vuelta won. De zegenreeks van Freddy Maartens nog eens overdoen, dat verwachten we niet, maar ook dit jaar weer een Belgische topfavoriet. Ja, daar heimt. Remco die zit in Andorra nog steeds, maar naast mij wel twee andere rastalenten. Dag uh, Jappe. Ella. Dag Dirk. Dag Max. Zijn de apparels verteerd? Ik ben geen appareldrinker, maar ik heb het... Recept voor de perfecte Negroni uh, okay. gevonden. Ja. Oké, okay. zalig. Wat zit er allemaal in een Negroni? Gin, Campari en Vermoed. Dus voilà. moeilijk is dat niet. Nee, dat is waar. Dat is alcohol op alcohol op alcohol. Goed, ik ben Max en welkom bij Valsplat. Het vierde lid van het team deze week werd ooit prof bij Ethics Quickstep. Daar werd hij binnengehaald als een groot, groot talent. Hij bevestigde dat met een vijfde plaats in het jongerenklassement van de Giro. En een wereldkampioenschap Team Time Trial. Dat bestond toen nog. Bij Jumbo Visma won hij de Bing Bang Tour. Werd hij de vierde beste jongere in de Ronde van Frankrijk. En reed hij drie weken rond met Steven Kruiswijk. Kruiswijk vast in zijn wiel. Die werd dan ook nog eens derde. Je moet het maar doen om die Hollander overal naar mee te sleuren. Na een paar klote jaren herleefde hij helemaal in de voorbije Giro. Want hij werd er tiende in het algemeen klassement. Terwijl hij zijn nikkel afdraaide voor Jermaine Thomas. Die ook nog eens tweede werd. We delen ook een liefde. Die de afgelopen jaren wel eens pijnlijk was, want hij supportert voor Anderlecht. Maar dat kan hij elk jaar rustig vergeten tijdens Ninove Carnaval. Want vandaag is hij hartelijk welkom, Laurens de Plus. Hallo. <laughs> Hoe is het ermee? What's occurring, zou ik zeggen, normaal mm -hmm. gezien. Ja, ja, ja. <laughs> ja je, zit, uh, je zit vaak bij Joan Thomas in de podcast. Hè? Uh, is dat al een, uh, wordt dat een vaste afspraak? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we in de Veldhaal er ook een paar gaan doen. Uh, het is wel plezant. Dus, uh... Ja, ik ben niet aan het dus doe nu van, uh, van podcast. Ik vind het eigenlijk wel een leuk concept. En ook uh, ideaal als je op training bent, zoals nu. Lange trein gedaan, een paar podcasts geluisterd. Dat is toch, uh, dat is toch fijn. Ja. Jullie liggen ook zo, zo knus naast elkaar in bed. Als jullie dat doen. Hè? Ja. <laughs> ik weet niet of er dat soms, soms wat... overkomt, maar... Ja, ja, maar ja, ja, dat is een gewoon. grote ronde winden in je bed. Voilà, ja. Ja, echt wel... Uh... Dirk, uh, zoals met zoveel renners die hier langskomen, ken jij Laurens uh, ook al. Ik heb Laurens. Ja, ik heb zoals je weet, we hebben ooit een paar documentaires over Quickstep gemaakt. En toen was Laurens de jongste aanwinst van Quickstep. Toen 19, denk ik, toen. Hij daar... 20. Of net 20. Ja. Jongste renner toen in het World Tour Prof uh, En er werd hem toen een hele grote toekomst voorspeld. Um, en dat gaat er nog altijd uitkomen. Denk <laughs> ik, ja, Dus dat. Want ja, weer boven water gekomen na zowel sukkeljaren. jaren. En je werd nu tiende in de Giro. Uh, daar is eigenlijk. Veel te weinig over gepraat, hè, Jappe? Uh, ik weet dat niet. Vinden, vinden jullie dat? Ja, ik vind, ik vind dat, dat, dat dat wel iets meer mocht uh, bewierigd worden. Daarmee hebben we hem ook uitgenodigd, hè. Omdat <laughs> ja. misschien hem nog meer uh, in de kijker te ik zetten. Ik wou eigenlijk komen uh, naar Rome, maar ik kom niet. Ik ben Ado, een ja. paar dagen in Rome gebleven en wapenrols gedronken. <laughs> maar uh, ja, bedankt om... Uh... Ja, inderdaad. Wij, ik was dat eigenlijk al een beetje vergeten. We hebben eigenlijk al gestuurd uh, met, met ja. de Giro. En dan ik hem eigenlijk nog... Uh, denk ik wanneer dat gestuurd denk ik vlak voor het, het het slotweekend had ik nog gestuurd van uh, uh, pak die roze trui uh, mee naar huis hè, met G. maar dat is dan uiteindelijk niet gelukt en uh, nu hebben we wel echt alles proberen te regelen om hier te krijgen en ik stuurde naar hem van ja we zijn echt hyped dat je komt <lacht> <lacht> ook omdat ja, je rijdt de Vulta. Je, morgen stap je de vlieger op en uh, nu zit je nog hier ja, dus dat is uh, echt zalig voor, als, voor een Vulta review met een potentiële winnaar ja. in de rangen het is, het is de preview, maar, maar review ook goed. Um, later... Ah ja, zei ik review, sorry. Ja, ja. Ah, ja. Het is sorry. niks, het is niks. Ja, maar het is... We beginnen eraan. Uh, het is een luisteraarsvraag die heel vaak is binnengekomen, maar ik denk dat we er allemaal ook wel mee zitten. Ja, hoe is het om na al die miserie terug bij het oude niveau aan te knopen? Fantastisch, eigenlijk. Um, ja, vorig jaar was eigenlijk ook al heel goed. En door omstandigheden had ik toen de Vuelta gemist. Ik, had, uh, ik was aangereden de week voor de selectie. En toen had ik ploeg beslist van ja, we gaan toch... Uh, Risico nemen, dus misschien had ik een jaar vroeger gekund, had ik toen die vuilte gehaald, maar ja, alles en ja, wat, dan is het altijd uh, makkelijk. Maar nee, het is, uh, het is fantastisch, ik heb er hard voor gewerkt, Ik ben altijd in mezelf blijven geloven, ook mijn uh, kleine groep rond rondom mij ook. En uh, dat werpt werd eindelijk zijn vruchten af en ja, hopelijk uh, is het niet een eindstation en uh, blijven verbeteren en, ja. en ja, hopelijk is het nog een, een betere veld of volgend jaar een betere grote ronde. Ja, dat zal zijn. Uh, vergelijk je vorm van de Giro, afgelopen Giro, nu eens met uw vorm van nu, is dat iets dat je kunt qua gevoel? En zeg nu niet van, ik zie dat meterke, maar gewoon hoe voelde jij dat? Mm, ja, moet je zeggen toen ik naar hier reed, voelde me echt goed. En uh, Ach, je kwam weer echt wel met een smile aan, hè? Ja, ik had een paar <laughs> testen gedaan. En ik dacht, mai dit toch wel een stamp op? Ah, ja. Dus uh, hopelijk uh, beter. Maar natuurlijk valt hij een totaal andere koers. We hadden zoveel regen in de Giro. Iedereen dat waren lijken eigenlijk. Dat waren, dat is... <laughs> van de zwanen en nu zal het ook een beetje meer opboksen zijn tegen de warmte. Dus ik weet ook niet dat mijn lichaam daarop gaat reageren op tweede grote ronde in een jaar. Moeilijk, maar ja, ja. ik ga wel met veel vertrouwen en ik denk onze ploeg ook. Ik denk dat we een sterke ploeg hebben waar mannen de selectie niet haalt. Dus dat, dat toont aan dat we altijd een grote vijver hebben van, van ja. Ja, echt sterke renners. En, je ja. zegt daar ook de warmte. Is dat iets waar jullie bij Ineos ook mee bezig zijn? Hoe dat je daarmee omgaat of op welke manier? Ja, um, heat training wordt dat nu genoemd. Dat ja. wordt uh, toch wel vaak gedaan nu. Uh, er zijn ook veel renners die met zo'n zo temperatuurmeter rijden om te kijken hoe ja. de lichaamstemperatuur is. Een thermometer ja, op, op de borst kan zijn. Ja, ja, ja okay. dat is nu echt uh, in, maar ja, dat is ook... Wat kunnen daar veranderen? Als je lichaam opartent, moet je nog altijd presteren. Dus uh, <laughs> ik ben zo niet echt van die, ja, die laatste nieuwe dingen, maar er zijn wel veel renners in onze ploeg die nu zo in een heat chamber trainen. Timonaresman heeft er veel last van van, van de warmte en die heeft... En dan door heb echt vaak heat-training gedaan. Uh, maar ja, ikzelf, ja, eigenlijk ging dat goed in het verleden, dus ik heb er niet te veel op gefocust. Ik mm -hmm. ja. ben blij om te horen dat dat nu met een sensor buiten is. Dat is er nog geweest een tijd dat er zo... Wat zat je erin? In de poep. <laughs> <laughs> dat is dat dan heel leuk om lange bergen te doen. Of zo'n windtunnel testen. <laughs> ja. Dat kan wel aan de zijn. Over uh, de poep gesproken. Uh, Jappe, hoe is het met de steenpuist? Uh, <laughs> ik heb daar straks eens gevoeld en die is... want misschien moeten we eventjes kaderen ook van ja, er is iets aan uw uh, ja, aan, ik, ben, aan de, ik heb twee weken geleerd twee KG ik aan Fondo. ik had veel getraind en uh, als er zo'n een boebel ergens beneden hmm. te komt dan wil dat zeggen dat je eigenlijk uh, goed bezig zijn als van veel getraind en dat was op, dat was eigenlijk het geval uh, Meneer, uh, goed gerust? Uh, ja. Een beetje ge genoten van het leven nu. En dan, uh, ja, die is eigenlijk aan, aan het weggaan. de maat van mij, die stuurde dat ook uh, quickstep uh, in het verleden en nu nog af en toe uh, volgt met de camera, Bram van Roy, dat jij vroeger zelfs met twee zeemen Alleen met twee zemen op elkaar. Ja, of, of zo, mm. een, een aangepaste nee, broek ik, ik, hing, ik, ik stuurde altijd mijn broek op naar een andere fabriek om er andere in te steken. Ja. Maar ik ben wel redelijk gevoelig uh, ook met... Misschien uh, doen. Ja, ja, ja. vooral bijvoorbeeld. Ik denk dat de wel belangrijker is dan, ja, dan uh, de zalfjes of de wat. Ja. Ik raak eigenlijk ook geen zalf. <laughs> ja, oké. Okay. Voilà. Dat is weer een leuke update over de steenpest uh, van, van jappen We gaan het nu wel laten uitovenen. <laughs> ja. Okay. ja, we zullen zien. We gaan vooral voorbeschouwen op de velta natuurlijk. Maar er zijn nog een paar andere koersen geweest die ik nog heel even wil meenemen. Onder andere de druivenkoers. De grote prijs Poeske Scherens, a.k.a. de Tour of Leuven, en de Egmond Cycling Classic. En die zijn allemaal gewonnen door dezelfde Blue, dat is Lotto Destiny. Uh, Shout-out naar vriend van de show, Victor Kampenaarts. Die hebben ook vier keer gewonnen eigenlijk in een week, hè, want eh, daar, daarvoor hebben ze de Polynormand gewonnen. Ja, voilà. En we zitten misschien met een klein vals-plat effectje, want uh, ja, de Foxhorn <laughs> zat hier ervoor, dus, en die heeft dan eigenlijk nu alles kapot gereden en gewonnen. Philipsen zat hier ook eens, en dan won hij twee dagen daarna de Schildeprijs. Dus misschien richting de vuelta ja. uh, misschien... ploegentijdrit in barcelona eventueel ja dat zou <laughs> ja, een mooie zijn ja, ja. Echt een droom zijn voilà. ja de ploegentijdrit want we zijn het in de inleiding nog Je hebt de de ploegentijdrit k ploegen tijdrit uh, gewonnen ooit nog met uh, met quickstep hè. Hmm. is dat iets waar, waar jullie nu dan ook op aan trainen zijn op de ploegentijdrit want dat is iets moeilijk om te trainen toch hè? ja inderdaad wij reizen morgen ook een dag vroeger af om daar op circuit in catalonië in ja. barcelona van Formule 1 circuit denk je ja. genoemd dat daar Vroeger ja. te trainen en al een paar keer uh, te simuleren. Drie keer, acht kilometer doen of zo. Uh, om alles te testen. Want ja, het is toch iets dat, dat niet vaak meer voorkomt. En iedereen moet op elkaar afgestemd zijn. Moet ongeveer weten hoeveel seconden je op kop komt en hoe dat af zwaait. Dus ja, het is wel belangrijk om daar, uh, om daar goed op te trainen. Je ja. hebt er wel de proef voor mee, hè? denk ik. Vooral Pipogana. Ja, ja. Wie mag er in het wiel zitten. Ja, dat heb ik niet. Ik, ik heb de volgorde niet gezien. Ik dacht dat. Een plaats achter Ghana nog zit. Allee, dat er nog iemand tussen zit, dus kan ondervoer. Okay. <laughs> nee, ik heb ja. eigenlijk een beetje stress voor. Dat is echt zo een van die dagen op het jaar dat iedereen op top van zijn tenen loopt. Ja, ja. Want ja, als er iets misgaat, uh, ja, deelt hele de ploeg in de klappen. Dus ja, hopelijk ja, ja. gaat dat goed. Je ziet eigenlijk Dan Bigham, uh, dus de performance mm. engineer. Is dat ook zijn uh, project ook mee? Of uh, zit hij daar ook mee achter? Ja, hij ja, heeft alles. Um alles ja, uitgetipt en het uh, plan gemaakt. Uh, we hebben in Andorra ook een paar simulaties gedaan. En toen reed hij mee in de rotaties om te, om te kijken wat dat er... Allee, omdat je toch een betere view hebt van mm -hmm. de fiets dan een auto. En hij reed mee en uh, ik moet zeggen... Uh, toen allee, Ik kan het eigenlijk eerlijk zeggen, ik was gelost. Ja. En G ook. Hij zei hoe kan dat nu? Dan big zo ons concert doen en ons... Allee, het wiel reed. en dan een paar uh, weken later allee, allee, we, was hij bijna wereldkampioen op de piste, dus dan dachten ze van nou, ja, zo slecht waren we nog niet. Maar ja, je weet ook natuurlijk hoe goed dat hij is. Hè. Die heeft ook het werelduurrecord afgepakt ja. van, van, van Victor. Ik denk dat de klassieke wielervolgers die niet echt kennen, maar die komt zowel uit dat, uh, dat Engels tijdrit uh, piste circuit. Ja, die is super Ja, en dat is eigenlijk straf. Dat is zo gezegd staf, maar uiteindelijk performance staf, maar dat is iemand die heel hard met de fiets kan rijden ja. en. Uh, ja, dat, is, dus, uh, dat ja, wel een naam is voor de ploeg. Het helpt wel als, hem, als hij het zegt, je geloofde hem. Denk ik. Ja, 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 en ook als je zo een paar keer het uh, op de fiets, dan denk je van oh, ja, die gast weet wel van, wat van aerodynamica. Ja, en heeft, er, is, en ja. er, is, er is nog plaats bij Ineos uh, om als, uh, om als uh, rijder erbij te komen. Ja, misschien is zij wel inderdaad samen terug. Er was ook nog gekozen in Denemarken. Ik wilde er nog heel even meegeven hmm. dat, ja, dat Petersen alles kapot gereden heeft. Het is bijna jammer dat hij zijn seizoen er bijna op zit. Denk ik dan. Dus Ziet zie uh, het er bijna op? Ja, ik denk dat, is, dat in september rijdt hij nog en dan uh, hij rijdt nog drie koersen. Rijdt hij ja. de ja. Rinibuer, of wat is de nieuwe naam? Ja, dat ja. zou wel eens goed kunnen dat ja. hij dan nog rijdt. Ja. En misschien heel misschien het, het EK ja. op de Vanburg, misschien ja. ook iets voor hem, Ja, wat kan het niet. Ja. Ook op 2K was die wel echt uh, supersterk, en mm -hmm. Jammer dat hij geen medaille gehaald heeft. Ja. Ja. ja, het is. Het is wel echt het jaar van spelers denk ik, want we hebben het daar straks nog eens bekeken. En als je kijkt naar de lijst, als je kijkt naar wat hij allemaal heeft meegedaan, zijn er eigenlijk geen dubbele cijfers. Dan is het eigenlijk allemaal ja, het top 10 dat hij gereden heeft. Zo Giro, mogelijk. Tour. Ja. 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 Ik had ergens gelezen dat zijn, zijn coach zijn, uh, zijn uh, powerfile had, uh, had opgeladen of had, had uh, dingen getrokken. En hij zei van uh, meer dan 70 keer boven de 1000 watt op de k. Mei, dat is absurd. Hè? Ja, maar voor het mag <laughs> worden van iedereen eigenlijk. Ja. Ja, dus uh, ja. dat is echt uh, <laughs> bizar. Goed dat hij niet mee is naar de Vuelta, <laughs> maar laten we daarover hebben. Hè. Daarvoor zijn we hier. Om te beginnen, het hele podium van de Giro zit ook in de Vuelta. Dat is G, uh, Roglic, Almeida. En ik heb dus even de top riders naast elkaar gezet. Ik ga, het, ik ga er heel snel doorgaan. Dat is Evenepoel, Vingegaard, Roglic, Almeida, Mas, gana Ciccone, Ayuso. En dan heb je nog Igita en Romain Bardet. Uh, Jay Vine zit er ook nog bij. Dirk, is dit het sterkste deelnemersveld ooit in de velden? Nee. Ah, okay. <laughs> nee. Nee, het is, het is een ongelooflijk sterk deelnemersveld. En vorig, vorig jaar toen Remke won, was zo precies enkel Mazda als tegenstander. Maar toen stonden heel veel van die namen ook aan de start. Alleen zijn ze eruit gevallen onderweg. Mm. Um, maar het is een ongelooflijk zwaar bezetten. Uh, Giro. Ik denk dat zo het momentum willen, wat aan het shiften is, waar vroeger de Vuelta altijd een beetje als de minste van de drie werd beschouwd. Ik denk dat het ja, nu deelnemersveld ja, overal ja. ongeveer wel even sterk is en dat ja. een tour er nog altijd wel bovenuit steekt, maar als je kijkt wat er aan de start stond in de Giro of wie dat is nu in de Vuelta, het zijn dezelfde renners waar je gaat tegenkomen. Ja. Maar ik wou eigenlijk naar Laurens vragen, stap jij nu met een ander gevoel die je Vuelta in? Je bent tinder geworden in de Giro na lang toch wat onzeker te zijn, mm. stap je daar anders in nu? Ja, vanzelfsprekend. Ja, het is goed geweest in Giro. En dat uh, ja, toch met veel meer vertrouwen nu aan de start staan. Ook met weten wat dat komt. De tweede en derde week is ook weer super zwaar. En allee, dat was een goede test in, in mei. En, en ik, ben, ik ga ervan uit dat mijn lichaam nog altijd ja, goed recupereert. En, en ja, um, dat doet toch veel het mentale aspect. Als je weet dat je bij de betere klimmers zit of dat je nog allee, onzeker bent van ja, hoe zit het nu met mijn vorm. Uh, ga ik eraf afgereden worden Ja, tegen? inderdaad. Allee, toch altijd uh, klimmen is echt een mentale strijd, want iedereen ziet dat. En uh, ja, dat gaat nu een beetje anders zijn, maar langs de andere kant gestart wel weer van op nul. En ja, moet je weer van rit tot rit bewijzen. Um, dus ja, in de opzicht, ja, het is toch ook weer van uh, mijn leeg mijn blad beginnen uh, voor iedereen, zowel voor G als voor Almeida als voor Roglish. wordt er in de ploeg anders gekeken nu naar u? Of heb je zo het gevoel van dat je een trapje hoger staat? Ja, ik denk wel dat de Giro wat veranderd heeft ja. aan mijn status binnen de ploeg. Ja, denk Hoe je dat? De zekerheid van selectie. Ja, um, dat je heel rap je ticket naar Spanje laat. had. Ja, en ook gewoon ja, nog een, een top-up kamp gedaan in Isola met G. Um, dat is toch wel spreek van vertrouwen dat ze geloven dat je er zo staan. Mijn um, vrienden zijn weer G. Helpt misschien ook van de. Ja, het klinkt wel. Ja, ja, er ja, ja. Ja. Ja, was, was ook een luisteraarsvraag van Jorne hoe het is om met G.S. Kopman te rijden. Want het, het lijkt van de filmpjes en uit What's Securing hmm. lijkt het wel echt gewoon heel plezant. Bromance. Ja, toffe ja. gast. Ja, het is echt een super toffe gast. Um, ook fantastische carrière al had. En uh, elke keer is er twijfel voor hem van gaat dit wel halen ja. of gaat hij wel goed zijn. En elke keer slaagt hij er toch in om, om goed te zijn. En ik hoop dat het nu ook weer zal lukken. En. Uh, ja, het is zo een beetje een rock'n'rollster, zou ik zeggen. Hij heeft toch iets... Al, nee, toch hij heeft meer een, allures dan een andere GC Hij guy. heeft heel, een heel hoog Wigo-gehalte, en dat is echt, mm. uh, ja, ja, echt ja, zalig ja, ja. om te zien. Ik, ik herinner mij nog een beeld. Ik denk dat het... Uh, wanneer was het? denk, in de voor uh, de laatste rit in de Tour, dus Champs-Élysées, en dan was hij nog een Desperados aan het drinken ja ja. Ja, ja. Klopt, ja dat vertelt dus bij zijn ontbijt hè die zat een kommeke ja, ja. kom, 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 havermout kom, een havermout en dan een een despe, ik weet niet of jij helemaal eens een keer een disperado hebt gedroken niet niet s morgens dus nis, maar niet. Ik, ja, ja. ah, ik ook niet, ja. ik, ook niet. Nou, ik heb wel sorry ja. dus ja uh, legend ja is wel ja. iemand die on en off is dus als hij ja, on ja. is is hij echt super committed mm -hmm. maar eenmaal de, de, de bottom of staat, dan is echt wel alle remmen los. Nee, maar ik kan juist vraag ook naar, naar jullie toe, want heel vaak is zo die, zijn die kopmannen wel de gasten die er heel hard voor leven, nee. die dat overbrengen op hun ploegmaat. Maar moeten jullie hem soms bij de les houden? Eigenlijk niet hè, super dedicated en committed als, als het gaat over de koers en naar, nee, naar toegroeien naar zijn doel. Maar ja, ik voorzien dat hij ook weken vakantie verdient en nee. dan trekt hij je wel mee. Euh. In, in vakantiemodus. Maar ja, nee, hij weet perfect wat hij doet, denk ik. Hij, dat is ook misschien een reden dat hij zo'n lange carrière heeft. Dat hij mm -hmm. goed gebalanceerd is. En veel jonge gasten, nu toch, die mm -hmm. alles en alles op de koers zetten. En dan denk ik, van ja, misschien is het. Ja. De middenweg toch altijd beter. En, uh, misschien om, even, ik wil misschien heel even terugkomen op de vakantiemodus. <laughs> Want wat voor dingen gebeuren er dan in de vakantie met G? Uh, bent je al saus? Samen geweest? Samen nee, 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 Desperados nee, 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 drinken? Dan, nee, maar dan we krijg je wel elke dag een foto om elf uur aan mijn appenrol. Goed, dat is wel vroeg. <laughs> Het is nog niet, hè? Ja. Uh, nee, maar jij bent dat ook wel ooit tot al besef gekomen? Mm, dag. Ja, de, ik was vroeger enorm extreem met alles: uh, voeding, uh, training... Focus en daarin heb ik enorm veel geleerd dat het de jaar wat minder ging en uh, heb ik nu wel echt een goede balans ge gevonden. Ik denk dat extreme nooit goed zijn. Zelf niet voor een GC guy. En ja, dat heb ik wel geleerd dat dat, dat, dat de, de key is om lang link een lange en solide, constante carrière te hebben. Je kunt misschien mm -hmm. meer opzetten als je echt alles en alles ervoor doet, maar dan kun je ook wel echt diep vallen. Denk je dat dat ook een beetje het probleem was? Ik weet, ik weet niet helemaal juist wat er in 2019, eind 2019, 2020 gebeurd is. Ik, ik lees iets over een virale infectie die lang heeft mm. uh, aangesleept. Was dat ook een, een probleem daarvan? Of was dat onderdeel van het probleem? Dat het te hard ging voor u? Ja, ik wou gewoon constant presteren en eigenlijk nooit rusten en altijd blijven trainen en uh, altijd scherper staan. En, uh, dat, is, dat is mijn ondergang geweest. En ja. zelf als je, als je lichaam moe is of, of als je ziek bent, dan moet je luisteren en moet je rusten en moet je niet. Niet, uh, niet doorgaan. Ik denk dat Vargantst en uh, Van Guchten en al die virologen dat genoeg gezegd: heeft, als je corona hebt, moet je die best liggen en niet, uh, niet sporten. Nee, nee. En dan heb je ook wel zo'n klik gemaakt van: oké, okay, ik mag wel eens een keer vijf kilo bijpakken in de video. Ja. ja, vijf kilo is wel veel, ja. maar inderdaad. Dat is toch wel eens een keer geweest? En mm. ik denk, uh, trouwens ik, bij g ook. Hè? Mm, ja, ja, die is daar ook wel goed in. Ja, <laughs> ja, inderdaad. Ik denk dat het uh, belangrijk is om gewoon uh, ja, normaal ja. te doen en, en, en focussen als je moet focussen, maar ook ja, te relaxen. Als Het is ook wel mentaal zwaar voor een renner uh, om je een beetje te laten gaan in de winter, omdat je hebt zo'n afgetraind lichaam en dan zie je toch dat dat er wat vet bij komt. Hmm. Dat is toch zwaar in je hoofd, hè? Nee? Ben je dat niet? Ik geniet <laughs> nee. ben niet je, daarvan. Zijn je aan het proberen om hem depressief te maken? Nee, nee, nee maar, uh, ik kan me er wel bij voorstellen als je echt zo, ik zal maar zeggen, bijna een kunt spelen op mm. je ribbenkast. En in de winter kunnen we dat niet meer. Mm. Ja, ja. Maar gewoon na een tijd, na een week of vier, hebben ze zoiets van pff, misschien toch uh, weer een ja. structuur in het leven brengen en, voilà. en, uh... en Waar, waar zonder ik dan het liefst mee? Met wat? Ja, los ja. maar, maar dat is. Nee, nee, nee. nee, nee. Nee, gewoon uh, op restaurant gaan. Een uh, goede fles wijn erbij. Ik denk, wat dat iedereen graag doet: eten en drinken. Ik denk dat iedereen daarvoor uh, klaar is. Ja, koesting ja, heeft zeker. Ja, zeker. Uh. We zijn het al: een heel sterk bezette Giro. Uh, Velta. Sorry. Ja, Kom maar, Max. We ja, als je beide Meneer is dat pukkelpop geweest. <laughs> Iets de crack ja, het was, field. Ja, het was wel. Uh, ja, ja. Pukkelpop was, uh, <laughs> was heftig. Maar, maar ik ben terug. Ik ben terug. Um, hou me erbij hè, als, ik, uh, als ik even weg ben. Uh, mm -hmm. Dus de Velta. Wat was de sterkste ploeg in de veld aan Jappe? Uh, als we eens een keer door die ploegen scrollen, dan denk ik wel uh, Jumbo-Visma en ik vind, ik ga misschien... Ja, als je al die namen kijkt, misschien is dat de allerbeste ploeg ooit om een grote ronde mee te winnen. Ik kijk naar Dirk. Ooit, ja. hè? Jappe kijkt dus maar sinds 2010 naar het Nee, 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 nee. Ik kijk al sinds uh, 2000. Dat is en zo. Dat was toch... Ploeg. Ik Welke? Nee, nee. Ik heb, ze, ik heb ze vergeleken. Ik vind echt puur... Trouwens, ook die tellen van US mochten ook een mannetje meer. Dus ze hadden ook mm, wel meer kans. Ja, dat je, ja. uh, voilà. Dus dat is al één mannetje meer. Maar als je die ook wel, wel. Roglies Vingaard. Dus mm. Er zijn al zes grote rondes tezamen. Je hebt nog Kilderman en je hebt nog Kus. Dat zijn allee, Kus beste knimmer ter wereld. Um, mm. En dan hebben we nog Jan Tratnik, terug in vorm. Uh, Attila Valter. ik vind ja, die we echt onderschat. Alleen nee, we kennen aan. die nog niet goed genoeg. En Dylan van Baarle, ja. Allee, zijn echt, ik vind dat om een grote ronde te winnen, gaan we nog een betere ploeg hebben we al een, een betere ploeg gezien? Ja, ik denk ik dat Laurens daar misschien iets over te zeggen heeft. Zijn ploeg, <laughs> allee, we, ik ga even naar Laurens. Ik denk dat zijn ploeg beter is. Ik vind dat niet. In de maar. breedte. <laughs> <laughs> Ze hebben een duidelijke leider. Dat zeker, ja. Ze hebben een, een heel jong talent in Tiernan Aresman die mm. misschien wel op de next big thing is. Ik denk dat Laurens bewezen heeft dat hij nu ook wel echt goed is. Ik zie, ik zou, ik, we hebben het daar straks al even over gehad, maar ik stel als stel dat Jareen Thomas lekker rijdt en Primo Roglic mij. 200 meter ertussen. Dan zou ik liever Filippo Ganna hebben die mij terug naar het peloton voert dan Dylan van Baarle. Ja, dan zijn Kelderman gaat vallen. iets sneller terug. En Geesink gaat dus op een klim vijf per uur te rijden van zijn kopman. Oké, okay, Kellerman gaat vallen, maar ja, daar, daar mogen we nu niet van uitgaan. Het is gewoon puur een hypothese. Uh, scoreboard, journalistiek een beetje en gevoel. Uh, bij jullie in de ploeg heb je ook nog Bernal. Dat is nog wel niet de Bernal. Ja. ja. Misschien nu wel, weet ik niet. Ja. Is dat iemand waar je veel contact mee hebt? Dat lijkt me zo niet, de... niet heel vaak, maar nee. ik heb wel een bericht gestuurd nu van hoe uh, om nog eens samen te koersen en uh, allee, ja. zou het ook zitten. Uh, ik weet niet, ik denk dat misschien wel ja, dat we toch een betere Bernal gaan zien. Dat verwacht ik toch, dat de tour zo zo'n soort van ja, die, terug die basis aan, aansterken, toch die, dat volume weer uh, elke dag mm -hmm. koersen, dat ritme dat er volledig in zit. En misschien mm. zien we nu wel naar Boren Bernal. Nog niet op niveau natuurlijk van van voor zijn crash, maar het is toch wel uh, ja, goed genoeg hoe dat hij in de tour zeggen we af en toe ja, wel. Dauphine paar was paar toch ook dingen. wel goed, klopt? Ja, ja, dus allee, het is ik toch wel konf... bewonderenswaardig. Ja, ik vond vooral in de tour ook knap, hoe dat hem daar eigenlijk als GC guy naartoe gegaan is. Ja. En dan eigenlijk ook wel direct de switch gemaakt heeft om te knechten, of om te werken voor de ploeg. Dat was hem niet een min. Hmm. Dus dat dus is ook ik een hoger hem... doel eigenlijk. Ja, maar ik denk dat er wel qua, allee, kan ook andersom zijn. Hè. Je faalt en dan kunnen hmm. eigenlijk ja, ja. De, de regaties een Hij opgaan, heeft zich weggecijferd ja. voor de ploeg ja. eigenlijk. Op een bepaald ja. moment zei hij gewoon: Oké, okay, nu ga ik werken. Hmm. En dat is dan mijn rol. Dus is dat iets wat, wat in de ploeg ook enerzijds geapprecieerd wordt? En twee, is dat iets wat jullie zo. Is dat de, de teamgeest? Um... Ja, dat is toch wel een uh, beetje ons DNA. Denk dat je altijd moet terug. Als je iets tegenkomt, begin je altijd terug van onderaan de ladder. En, en dat wordt geapprecieerd door de renners en door de staf. En uh, ja, dat is, dat is toch logisch dat dat een soort van status is. Ja, die, die, de renner die altijd presteert, dat die ja, de, de beste rol heeft. En de renner die, die terugkomt van blessure, dat die misschien iets vroeger moet beginnen werken. Ik denk dat dat een gezonde, een gezonde werking is. En, en dat Bernal stilletjes gezellig toch uh, terug naar, uh, naar de top gaat. En, en ik vind het fantastisch, ja. Ik hoop ja. dat hij ooit terug zijn niveau haalt, want... Ja, voor hetzelfde geld had dat uh, een, uh, een ander verhaal geweest. Nee. Ja, we hadden het daar net al heel even over die andere beste ploeg van de Velta, zei Jappe. Ooit, hè? Uh, ja. Ooit, hè? <laughs> tour de France 1984, Arnaud 11. Toen waren wij er ja, nog ja, niet echt. Ik heb, ik heb het een beetje gekregen. Tien overwinningen ja, in ik, een tour. Dat is heel mooi, maar ik heb gewoon een beetje mijn uh, <laughs> dienstconstructie iets anders gevormd. De beste ploeg om een grote ronde mee te wielen. winnen. Nee, nee, ik snap wat ja. dat je wilt zeggen. Oké, okay. maar en toch. Mijn... Maar Team Colombia en uh, Giro, heb dat ja. je dat, nog? dat was uh, een tien overwinning denk ja, ik. Met maar dat was ja. met CAF, met sprinters. Ja, dat was het ook al. Huh? Ja, die ja, die wonnen toen eindklassement, beste jongeren, eerste, derde <kuggen> plaats. Wie, en wie zat er allemaal in die ploeg? Uh, Fignon, de hele jonge Greg LeMond zat daar toen in. Uh, de broers Madiot, de ploegleider nu uh -huh. van uh, La Francaise. Ja. Uh, Cyril Bartot, goede renner, won toen ook nog uh -huh. een etappe. Goed uh, ploeg, en Charlie Mottet. De ja. tijdrijder. Uh, Extraordinair. <laughs> historie, historie. Ik vind het goed dat we af en toe eens gewoon platgeslagen kunnen worden door nee, de, kennis, <laughs> de kennis van Dirk. <laughs> maar ik vind ook gewoon... Um, de mensen moeten er maar eens een keer over nadenken. Ik voilà, okay. nu, maar ik, ja, voor ja. hetzelfde geld... Maar ik, wil het, ik wou het eens dus heel even nog over Jumbo-Visma ja, hebben. Sorry. Ja. Geen probleem. En over die twee, uh, die twee kopmannen, uh, Rublich en Vingegaard. ja Wie gaat er daar... Als kopman uitgespeeld worden, is dat, dat lijkt mij een moeilijk dilemma. Ja, zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat Roglic wel eh, ja. echt. Eh, ja, op, hij is gewoon Winterveld aan Burgos. Ja, gewoon de manier waarop zijn gezicht. dat, dat was ongelooflijk. Dat was echt Beastmoot. <laughs> die kwam voor de meet, die drukte gewoon zijn knop in van een Garmin of uh, wat dat ook is. En op tien seconden was hij hersteld. Uh, ah, hij ziet er echt enorm sterk uit. En ik denk misschien dat hij toch. Ja, vooropgesteld zal worden. Hij heeft mm -hmm. ook al, de, de Vuelta al drie keer gewonnen, Giro gewonnen. Ja. Uh, ze gaan met twee starten waarschijnlijk, maar ik ja, denk toch daar ook iets aan. Komen zij mee. overeen? Ik denk dat wel. Ja. Nee, ik heb ook samen met in ah, de tocht gezeten ja. en dat waren twee allee, normale toffe gasten, dus ik denk dat wel. Uh, maar natuurlijk kan veel veranderen als je, als je de Tour wint of uh, Giro wint, dus ik weet niet hoe dat er nu aan toe gaat, maar mm -hmm. naar mijn gevoel... Uh, Allee, ze zijn altijd twee aan op één nerf, dat gaat niet, maar ik denk die twee dat dat wel, uh, dat dat wel past. Mm -hmm. ja. Ben jij verbaasd van de Vinjegaard die jij toen meegemaakt ja, hebt en ja. de Vinjegaard die er nu is? Ja, enorm. Ja. Ik had dat nooit gedacht eigenlijk. Een uh, paar keer mee op de kamer gelegen en een ja, paar koersen mee gereden. Hij had wel talent, maar om hij nu. Uh, allee, dat hij deze Tour heeft gewonnen, vond ik toch echt wel uh, ongelooflijk. Ja, maar die is wel bij jullie, allee, bij Jumo toen binnengehaald, wel met een. Ja, mega hoge VO2max, dus daar werd wel van alles over verteld. Daar ging toch wel een bepaalde aura rond, mm. of niet? Ja, maar zijn zoveel jongens met zoveel goede ja. testen. En tegenwoordig smijt een test naar je hoofd van ja, ik heb 20 minuten zes zoveel. Het ja. is dus de koers dat telt. Maar ik denk wel dat, zo, dat hij altijd wel iets had, de eerste jaren bij Jumbo, toen ik er was. Mm. was altijd iets met zijn knie of zijn rug, of was hij ziek en misschien dat hij ja, de klik heeft gewonnen met zijn vrouw ook, dat ik gehoord had, die hem volledig op de rails heeft gezet. En ja, misschien... Allez. Ja, het is duidelijk dat hij vertrokken is en uh, ja. dat hij wel voor ja, ja, ja. een paar jaar uh, dominant zal zijn. Hè? Maar ja. het, is, het is straf, ik had het niet gedacht. Hij straalt ook wel iets uit. Alleen ja. uh, ja, ah, rust, rust voor rustverhaal. Een rustige patroon uit. vind ik daar. Ja. Dat lijkt een grijze muis, maar dat vind ik ook niet helemaal. vind ik zo wat onterecht. Ja, ja het is ook het uh, duel. Maar als je dan drie ploegen zijn, ja. <laughs> quickstep. Kunnen we niet vergeten, denk ik. Ja, want we hebben het nu over Jumbovisma en we hebben het over Ineos Grenadiers, Maar Grenadiers. Ja. De ploeg is net uh, gereleased. Ja, hè? Inderdaad. Dat is uh, even een pool voor Cataneo, Bajoli, Jan Hirt, James Knox, Kasper Pedersen en Pieter Seri. Daar kan je toch ook ik mee denk... naar de oorlog gaan, denk ik. Ja, je kunt er mee naar de oorlog gaan, maar of dat je de, de, de oorlog mee gaat winnen. Uh... Mm -hmm. Je gaat misschien wat meer guerilla-oorlog moeten spelen. Ja, ja. ja uh, jij kent uh, Remco ook. Mm. Um, ja. Heb je er met hem al over gepraat? Is, is er al banter, heen en weer geweest? Zo'n sms'je van, uh, uh. ja, G is in orde, hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Hij had uh, gevraagd hoe dat met G was na een tijdrit, wat had me geen valling Had Ik zei, hé, uh. <laughs> nee. Ik had hem propies gehad, gestuurd ook met WK ik tijdrijden, en, uh, allee, of dat alles goed gaat. Hij was ook in Andorra, een paar keer met hem, uh, een paar uh, ploegmaats gaan trainen van ons. Uh, ja, ik denk dat alles goed gaat met hem. Uh, sterke selectie, ja. Ik denk dat. Maar ik denk dat het vooral uh, aan zichzelf zal liggen. Hè. De, wel, dat is zo lastig. Jumbo zal wel de koers dragen of wij, of zal wel altijd een ploeg zijn die rijdt, denk ik. Dus ja, ik denk dat het vooral aan zichzelf zal liggen. Hè. Ja, ik vond wel straf toen uh, Roglic won aan Burgos. Heb je een Strava file gezien die hem uh, gestuurd heeft? Ja, is dat meer voorbedacht te raden? Ja, ik denk dat toch wel dat we even ook laten zien: van mannen, ik ben ook goed bezig. Ja. Dat was 250 kilometer? 5000 hoogtemeters? En de ah, laatste 40 met, de, ja. met een tijdritfiets. 32 gebieden zullen wel doorrijden. Ja. Ja, dus, uh... ja, ja, zeker in Andorra. Mm -hmm. Dat is echt uh, en op <laughs> hoogte. Ja, ja. Dat ja. ja, wel zo'n klein steken dat de concurrentie was: van jongens, ik ben er ook nog. Ja, ja. ja tegenwoordig is dat met Strava ook. Hè. Uh, ze, ze zetten er niks meer op, maar dan mm. soms in Af en toe wel, soms komen er vermogens op, soms komen er geen yeah. vermogens op. Yeah. Uh, dat e games natuurlijk <laughs> <Ja. laughs> mijn Maar dan met training is altijd, denk ik altijd, van ja, save it for the race. Hey. Wow. Ja. We mochten de best een tijd rijden om de training maar. Want dat is om op wielenflits te komen, hè? Ja, <laughs> <Ik> <laughs> ik 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 en kunnen ze ja. eindelijk op wielenflits <laughs> komen? Inderdaad. Want hoe staan ze daar bij jullie in de ploeg tegenover? Is er een bepaalde afspraak of zo? filosofie van zo, kwestie van Strava, of dat mag er gepost worden of niet? Uh, Tijdritten moeten de vermogens altijd uh, gedekt zijn. Ah, ja, ja, ja. Uh, ik denk voor bepaalde trainingen ook, uh, maar voor de rest zijn je vrij en kun je delen wat je wilt. Uiteindelijk, ja, er zijn geen geheimen. Iedereen doet ongeveer wat dezelfde trainingen. Want ik volg Cuiao en die, die, hmm. uh, die laat wel zijn vermogens. Uh, hmm, tijdrit ook? Nee, dat niet. Ah, dat niet ja. dat denk, allee, want dat is wel grappig als je zo'n uh, zo tijdrit ziet van Ghana en je gaat dan naar de dan zie je echt duizend reacties. We willen see those watts. Waar zijn de watts? Dat is wel zo'n ja, ding natuurlijk. Hè. <laughs> ik weet ze. Ja. <laughs> Oké, okay, dat is voor uh, voor af. <laughs> Vertel. Ja. Maar ja, ik weet dat hij in uh, Giro had hij wel echt. Uh, denk ik denk een van zijn beste performances ooit gedaan. De eerste tijdrit. Misschien is hij nu weer al verbroken, maar toen was hij wel geklopt door Remco. Dus dan dachten we van oeh. Ja, ja. Remco is echt goed. Ja. En uh, als zo'n Ghana uh, FTP gewijs op wat we dan? Weet je dat? dat? Dat weet ik zelf ook niet. bij ben geen coach, maar, maar. Doe, eens, doe eens een estimatie. Ik oh, denk toch makkelijk 450. Ah, ja, toch zeker. Hm. Ja. ja, zeker. Dat ja, is toch veel. Ja, voilà. ik weet morgen of, morgen ik weet op, 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 dus dus op wielerflits ja, de, de wattages van Jana, uh, <laughs> revealed. Nee, ik revealed. Het is ook maar gissen. Ik nee. weet zijn FTP niet, maar ik weet wel dat hij getrapt heeft in... Uh, maar ik ga het niet zeggen. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat we nog twee ploegen hebben die kunnen meedoen, zeker voor het podium. Dat is uh, UAE. Uh, Ameda Yuso, Molano, Fisher Black, uh, twee Oliveras, Soler en uh, Jay Vine. Dikke ploeg ook. Dikke ploeg. Maar ze waar... hebben daar dan ook zo een semi sprinter meer, de Molano om ook mm -hmm. uh, nog eens een waterkansje voor een uh, rit. Mm -hmm. uh, ja. Ze daar dan, ja, ja, ze kunnen wel verschillende paarden ja. Ja, de... En dan zou ik nog Movistar Eric Mas, Carlos Verona die ook getipt was na de vorige podcast, om toch naar Quickstep te gaan. Hij kent het huis, hè. Ja. En ik kent vind het dat eigenlijk wel een goede. Ja. Die, uh, die was, denk ik, twee toers gereden. Denk ik top 20 uh, ja. Of zo rond de 20e ja. plaats. Ritt in Dauphiné. Kan, ja. Ja. Ja? Ja. Ja, ja. ja, ja. Oyer Lascano, Rubio, uh, Garcia Cortina, uh, nog een Oliveira, Guerrero en uh, Jorge Arcas. Ah. Bon. Ik denk dat dat de ploegen gaan zijn die dat, uh, die dat gaan betwisten, hè. Ja, het zwaartepunt zal toch bij Ineos en Jumbo liggen, denk ik. Ja, inderdaad. <laughs> Oké, okay, dan zullen we naar het parcours gaan. We hebben uh, allemaal een weekje voor onze nou, rekening genomen, of toch alle drie. <clears throat> ik kan al zeggen dat 3153 kilometer is, met 51.800 hoogtemeters. 40,6 tijdritkilometers en negen aankomsten bergop. Lauren, eens kijk je uit naar de negen aankomsten bergop en, de, en de genoeg hoogtemeter tussendoor. Het gaat weer lastig zijn. Het ja. gaat weer, ga weer moe zijn. Ja. Nee, ja, het is een superlastig veld. We hebben ook een meeting gehad in Andorra, een week of vijf geleden, al over parcours. En ik denk dat ze 12 of 13 GC-days hadden. Dus dat is eigenlijk elke dag dat je je motor open moet en al je de gas open. Ja. Dus het, is, het zal een kwestie zijn van constant te presteren. En ja. Zoals altijd, veel aankomsten bergop. Um, een wire etappe misschien in ja. Zaragoza. Ja. Dus ja, dat, uh, dat het is eigenlijk anders, denk ik, dan Giro en Tour. Het is meer elke dag. Mm -hmm. uh, misschien niet zo'n lange finales, maar wel altijd, uh, altijd de gas open. Dus ja, mm. uh, dus ja. Ik kijk wel uit naar Angliru en zo. Ja. Zo'n ja. Zo uh, zo meeting in Andorra, hoe ziet die eruit? Wordt er dan ook al een bepaald plan gemaakt? Echt, of hoe, uh... Ja, maar dat is nog mijn longlist, dus daar zijn nog drie jongens afgevallen. Dus je Zij zit er in? eigenlijk ook nog... Gasten in de meeting die daar niet mee zijn. Spijtig. Ja, ik wel, ja, pijnlijk altijd. Maar ja, dat is nu eenmaal. Wie waren die andere gasten? Pavel en Luc zijn twee verrassingen dat die er niet bij zijn. Ja, inderdaad. Durbus en Sivakov. Ja, Ro en Sivakov. Maar Sivakov gaat weg. Ja, maar uiteindelijk zat hij tot 31 december trouw van in Niemand. Ja, ik snap het ook. Het heeft ermee te maken. Ik weet het niet, ja. we zullen uh, wel uh, reden. Het zijn acht sterke jongens. Iedereen dat in selectie zit, verdient het. Ik weet niet, misschien voor sommigen een verrassing. Kim Heiduk maar ook supersterk uh, aankomend talent. Ja, dat is zo iemand dat wij eigenlijk niet echt kennen. Hè. Ja, maar iedereen verdient zijn plaat. Allee, daar is wel over nagedacht, over okay. de selectie. Ja, natuurlijk, ja, want die, die denk dat hij twee jaar of zo bij jullie rijdt. Mm, en die ja. komt van een continentaal Duits team. Dat is ook zo raar mm, opgepikt. Ja, is dat ook iets, uh, scouting waarschijnlijk of ja. Zo, ja. Maar ja. ja, nee, uiteindelijk ja, we zitten we dan in een meeting. En dan wordt het plan... De rollen overlopen uh, en de belangrijke ritten. En dan uh, ja, een ik snel doorgegaan waar dat mm -hmm. de key points zijn. En, ja. Denk je dat er een andere selectie zou geweest zijn? Moest er geen ploegentijdrit in gezeten hebben? Ik oh, uh, denk het niet, want het is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde stramien: ongeveer twee, drie gasten voor vlakken, twee, drie gasten voor mid-mountain en dan drie gasten voor high-mountain. Dus ik denk, nee. denk dat je altijd ongeveer eenzelfde gebalanceerde ploeg moet hebben. De ploegentijdrit is, is ook niet lang. Dus 15, 16 oh, oh, kilometer. Ik zou zeggen, over die ploegentijd je gesproken, over naar Dirk die de eerste week... de eerste week, ik de eerste week. ja, sorry. Zie jij nog op Ja, ik ben er echt nog op Ja, ja sorry. Ik heb ik, ik echt gezegd. We hebben al een paar me. keer dat ik die ploegentijd aangehaald, um, want Laurens zei daar juist van, ja, wij, wij gaan waarschijnlijk op, de, allee, wij gaan in Barcelona dat circuit rijden. Um, ja, dat gaat ook niet allemaal hetzelfde zijn, want ik heb gelezen, het zijn allemaal bochten van 90 graden. Ja. En, uh, in de straten van Barcelona, en ze passeren ook... De, de Sagrada Familia. Um, Leuk. Ja, het is eigenlijk een soort van toerist, <tie> toeristisch. toeristiek. Um, ja, 15 kilometer. Um, ja, ik vind dat ook wel naar uh, goede oude gewoonten. En dat vind ik bangelijk. Dat eigenlijk Vulta nog altijd een ploegentijd hè De laatste 20 jaar denk ik dat ze er uh, 15 of 17 keer een ploegentijd er, erin er hebben ingestoken. Ik vind dat jammer dat dat niet meer wordt gedaan. Er uh, is al veel over gezegd geweest. Um, dus ja... Die, die bochten is voor mij wel iets wat mij bezighoudt. Is dat iets wat ze bij jullie in de ploeg ook al hebben over gehad, omdat dat echt zo: eigenlijk een, een hmm. vierkanten zijn? Een dambord. Welk ja. een dambord? Ja. Het stratenplan ja. is eigenlijk een dambord. Daarvoor. Ja. <laughs> Ja, ja, er is een plan. Den Begum heeft hem erin verdiept. Je hebt al beelden gezien. Ja, ja, ja. Ah ja, oké. Okay. Dus hij gaat hij eigenlijk verkennen mm -hmm. tussen de auto's. Nee, de ah. verkenning is een dag zelf, omdat je kunt niet verkennen als alleen maar. Ah, ik heb nu nog geen beelden. Nee, 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 wel, nee. we hebben wel het parcours gezien op, op de map en uh, mm -hmm. hoe dat, wat, aan wat dat we ons kunnen verwachten. Mikkend ja. ingedeeld. Maar ja, het is fantastisch, inderdaad, dat start met ploegentijd. Um, maar het zal vooral uh, plezant zijn voor de fans, voor ons wel wat minder, denk ik. Ik denk ik dat zegt, bochten in de ploegentijd is toch hopelijk geen valpartij. Ja, ik las dat er veel plaats was in de bocht om hem aan te snijden. Maar bom, ja. Uh, ja, ik kan me voorstellen als je daarmee een hele ploeg door moet zezen, dat, uh, ja. dat het net wat moeilijker wordt. José de Koude zou, zou zeggen: je hebt een bocht of je hebt een bocht. Dus we gaan zien ja. welke bochten het gaat <laughs> ja, zijn. Bochten. Ja. Het is 90 graden in een stad die wel zo gebouwd is dat de bochten recht op elkaar staan, natuurlijk. Zo, ja. Ja. Bo, het zijn daar... toch, al, het gaat toch al verschillen zijn denk ik. Ja. 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 Nu heb je ook gezien in Burgos was het ook maar 14 kilometer en <coughs> Jumbo had toch al 30 seconden of ja, zo. Ja, het ja. deelnemers ja. veel toch ja. wel klopt, klopt. Maar mm -hmm. toch denk. Ik. Ja. Dus Ineos pakt daar de eerste terug. hopelijk. We gaan duwen. <laughs> en dan sprinten? Is eh course wie dat als eerste mag eh uh, <laughs> <laughs> <Zal> ik sprinten? <laughs> ja, ja, tuurlijk. Ik Dat is En Poetje ook. Poetje ah, ja, keer, ook. Ja. Ja, ja ik weet dat nog uh, misschien al tien jaar geleden dat eigenlijk -Viego, die spuurt gewoon ineens en die klopt dan eigenlijk wel verder en dat ik daarnaast van die trots ja je moet maar durven ja maar ik denk dat je het, het is ja, best maar. eigenlijk dat jij hem pakt nee maar ik denk denk dat je gewoon zo rampolijk als als ploeg over de meet en de rest wat dat, ja. wat dat komt dat komt dus met andere woorden de rest achter janna ja ja gewoon volgen <laughs> ja. Ja, gewoon, gewoon. Zo zo volgen zo snel mogelijk volgen het zou een en... carrière veranderd alleen veranderen zijn hein, misschien een dag in die rode trui ja maar ik zei het <laughs> uh, ik denk de nou, tegenstand niet mooi onderschatten denk. right we hebben nog, uh, nog twintig uh, ritten te gaan dus, ja, ja, dus maar naar Montjuïc ja we blijven eigenlijk ook wel in de buurt van Barcelona uh, de Montjuïc dat kun je allemaal van in de rond van Catalonië zegt een uh, eigenlijk voor de voor de puncheurs en daar komen ze denk ik Qua op aan. Ik denk, uh, denk op anderhalve kilometer van de meet. Denk dat ze eigenlijk de top is op anderhalve kilometer van de meet. En dan is het eigenlijk gewoon nog bochtig tot de finish. Uh, dus aanvallers, puncheurs. Uh, ja, eigenlijk ook nog wel een, een rit om naar uit te kijken. Um, rit 3 ook voor heel veel coureurs, denk ik. Een tijdsrit, omdat ja, we zitten in uh, Antora. Um, ja, ja. Ook wel naar goede oude gewoonte van de Velta. Al volle bak uh, klimmen in de derde rit. Dat is toch eigenlijk echt, uh, dat is toch zot. Ja, een beetje schrik van. Allee, je moet toch zo in, in je ritme komen ja? en het uh, wow, valt toch al direct uh, op 2000 meter aankomen. Mm -hmm. De rit verkent is. Al uh, wel peter... vragen, ja. Dus je hebt die al. Ja. <laughs> ja, lastig. En de veel renners inderdaad wonen daar in Arenzal, dus uh, ja. klim die... heeft geen geheimen. Maar ja, hoogte, derde dag, vroegere tijd, het het zal al. Is dat een groot verschil als het op de als het op de derde dag gebeurt of tien dagen verder, of laten we zeggen vier dagen verder? Ja, ik heb dat liever. Ik weet niet waarom. Ik heb liever zo in mijn ritme komen. En... Of is het misschien omdat de rest dan al een klein beetje meer aan het afzien is? Dat de, dat de tegenstand... Ja, je ziet ook gewoon andere renners. Zoals in een Tour die Lafayette. Die eerste twee dagen klimt hij met Vinnegaard en Pogacar. En dan mm -hmm. zie je hem niet meer. Dat is, het is toch anders op een of andere manier. Hij is zich... ook meer, uh, meer oldschool, Laurens. Want uh, hij heeft daar juist getraind. Vijf uur, hij kwam hier aan en was gewoon een broodje aan het <laughs> Ja, dus, is uh, dat het voedingsplan uh, van, uh, van Ineos Grenadiers? Ja, ik denk nee, ik heb iets te weinig keten, maar bewust. Ik dacht, ik ga hier staan. Dus, en een en, dus voilà, we, ik had al een, een shake in shake. Dus, ja, okay. ja. dus, dus we weten al van het voedingsplan van Ineos. dat is uh, een broodje met ham. Tot no, de Martino. Nee, nee. En, en Desperados. <laughs> nee, in Madrid, in de Morgen. Dat is weer een kop voor een ja. ja, dan van Andorra naar Tarragona. Ja. Uh, ja dat is een, een, ja, een sprint. sprintrit uh, vluchters kan ook ja mm -hmm. echt vlak is het nooit in Spanje hè. Spaans vlak uh, dan hebben we rit 5 naar Buriana ook weer de mogelijkheid om te sprinten uh, dan rit 6. ja dat is ook al echt een zware ja, je sprak daar juist over die uh, 12 GC days en daar is er ook één op Alto de Gava Lambre, uh, ja, ook bijna 2000 meter weer. En uh, ja, dat gaat ook weer vol een bak zijn. Ik denk dat dat de eerste echte gaat zijn. En de derde ook al. Ook derde ook al, ja. ook al, ja. Solid ja. Al, ja. Tollet, ja. Dus, uh, maar inderdaad. Ja. ja, het is echt zot eigenlijk. Hè, dat je al in de eerste week al twee keer naar de 2000 meter gaat in, in, verschillende, in verschillende ritten. Hmm. Uh, dus ja, de eerste week vol een bak bergop. Dan rit 7 naar Oliva. Eigenlijk ook sprinten. Um, en dan Riet 8. Ik sprak daar juist over dat heel veel uh, renners Riet 3 zullen zien als een soort van thuisrit. Riet 8 is dat ook, denk ik, voor heel veel coureurs, omdat ze, ze vertrekken in Denia mm. en aan zijn kant Alicante. Ook voor heel veel wielertoeristen. Uh, ik heb er ook al een paar keer gaan fietsen daar in de buurt. Uh, ze starten en ze rijden al direct over uh, Val d'Ebo. Ik denk ja. een, een klim dat uh, elke prof al waarschijnlijk al eens een keer een 10-minuten tester heeft gedaan. Uh, en dan zijn, is, denk ik, een heel mooie rit, ook echt voor de, voor de, voor de vluchters. Uh, een, een beklimming van tweede, dan van derde, tweede, tweede, eerste categorie. Ook wel echt uh, een pittig dagje. Ja. <laughs> Jammer. Mooi, wow, ja, ik denk... Goede moed, Lang is plus. En dan hebben we eigenlijk nog de, de laatste, denk de, de zondag voor de rustdag. Uh, dan komen we aan in Caravaca, de La Cruz. Uh, twee beklimmingen ook van de, tweede en de eerste categorie. Ja. Eigenlijk, als je dat zo allemaal opzomt. Ja, het is heel heftig. Het is een heel heftige ja. eerste week. Uh, misschien niet zo ongewoon voor een Velta. Of is dit nu echt wel. Next level. Ik heb toch het gevoel ja, dat Next level is het jaar dat toch iets meer is dan andere jaren. Uh. Mm -hmm. Het doet me heel hard denken aan een tour. Een tour ja. dit jaar was ook: hè, we begonnen mm. daar in Baskeland, onmiddellijk of uh, begin de Pyreneeën ingedoken, dan heel dat middengebergte doorgereden. Ik denk dat ASO, die ook de Veld organiseert, wel zo'n beetje die mosterd uh, daar gehaald heeft. Ja, en ze hebben gelijk, denk ja. ik, want ik denk dat we ook een prachtige tour gekregen hebben. Dus. Ik zijn altijd de coureurs die de koers maken, maar... Het, wat nee, nee Dirk, nee, Is het zo is het niet zo? Het is zo. Ah. Nee, maar het, het is wel zo dat je inderdaad vroeger had, inderdaad, die eerste week, <kwijm> hè, we gaan vijf keer spurten en dan gaan we naar de eerste bergketen en dan we terug. Mm -hmm. Dat is er wel aan het uitgaan. Ik denk dat dit wel nieuwe wielrennen gaat zijn. Um, anders dan in Giro, waar alles in die laatste week voor een groot ja. stuk stak, uh, dat ze het nu wel verspreid mm -hmm. hebben over de, over de drie weken. Ja, um, nou, dan, hebben we, dan hebben we een rustdag. Um, wat we hebben een rustig, is dat nog eens even gaan verkennen of met een desperado en een broodje, broodje met hesp <laughs> gaan liggen? Ik denk uh, activeren. Dat gaat in een rijden, Dus ik denk niet dat je het je kunt permitteren. Ik zal vanavond waar ik sta en wat, dat mijn, uh, wat mijn rol is. Uh, ik denk dat we de eerste week gaan kijken waar ik sta en dan zien dat we die dag volrijden of niet. Maar als je de tijdrit vol wilt rijden, dan is het toch zaak om te blijven activeren en niet in rustmodus te gaan, want anders kun je wel echt geparkeerd staan de dag nadien. Hij ah, heeft toch mijn lichaam. Het verschilt van renner tot mm. renner, maar moest ik een dag eh, niks doen of een uur aan 150 watt, dan, dan zou ik echt eh, ontploffen de dag nadien. Ja. Je hebt er dat ook zelfs op de rustdag gewoon redelijk vol. Een koloprijder. Alleen ja, kol, maar... de meeste denk ik. De meeste, Schok, dat, ja, ik denk anders. Uh, ja, raakt je lichaam in slaapmodus? Of, of, op en in, zeker op... ook, denk ik, in rustdag voor een tijdrit. Dat is een mm. echt, uh, mm -hmm. shock, shock voor het lichaam. Ja, dus het, is niet echt, het gaat niet echt naar rustig rustdag zijn, denk ik. Mentaal wel, maar denk ik, fysiek ga ik toch nog moeten blijven activeren. Uh, maar ik zei het zelf van, van afhangen wat mijn rol is. Of uh, waar ik sta en dan. Mm -hmm. Ja, ja, over, ja over, je uw rol, ook, over uw rol ook nog een beetje gesproken. Um, Stel, G valt uit. Is er dan een soort van. Ik weet niet welke, welke kaart wordt er getrokken ofzo, of zo. Ik denk, denk dat Tijmen uh, sowieso ook. Allee, ja. Hij heeft twee keer op rij, nu zes in een grote ronde geweest. Giro en Velta uh, Vuelta en Giro. Mm -hmm. Dus ik denk dat het logisch is dat hij wel zo lang uh, mogelijk aanklapt en, 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 en zie je inderdaad, want er kan altijd iets gebeuren. Uh, Al, denk, wordt dat besproken? Ja, op die dat manier, de eerste nee? week is toch altijd zaak om te blijven. Ja. Allee, te kijken waar, uh, hoe dat de waardever, waardeverhoudingen zijn. En ook met oog op de tweede en derde week. Als je een ontsnapping neemt, is dus toch blijft de druk op de ploeg die in de Leiderstruis staat, mm -hmm. moet ze toch blijven rijden, want mm. anders komt geen in het leiderstrui, dus. okay. ja, ja. ja, Het is een beetje het ABC van het wielrennen. Over naar week twee, bij Dick, en niet Japan. Dus. Nee, die Japan heeft het al gezegd: die begint de dag daarna, na de rustdag, met een, een tijdrit van 25 kilometer. Dat is iets korter dan die van vorig jaar. Vorig jaar zat er een tijdrit in individueel van, van 33 kilometer. Toen een Kremko 30, 33 seconden pakte op, op Roglic. Dat was ook in Alicante toen, denk ik. Ja, nee, ja. was daar toen in die, die regio? Ja. Want wat dat nu wel. De, het is een ongelooflijk zwaar of welter, maar het gaat misschien iets tragelijker worden. Want het echt diepe zuiden doen ze dit jaar niet van Spanje. We rijden van Barcelona naar beneden. Dan gaan we eigenlijk richting, uh, richting Pyreneeën terug. Dus de temperaturen gaan misschien iets meevallen. <laughs> um, die eerste, dus die eerste individuele tijdrit, ga je die volrijden of ga je die. Wel, het zal ervan afhangen hoe, dat, hoe dat ik sta. Na de eerste rustdag in Giro heb ik het wel gedaan. Dat was de tijdrit vlak voor de rustdag. En dan dacht ja. ik, ja, waarom niet? Ik kan beter uh... Vol rijden En wie weet, uh, ik pak Roglic een trui en kunnen we druk zetten van achteruit. Maar um, ja, nee, het zal ervan af... Ik weet het nog niet. De, het is nog niet... Het is nog te bepalen. De ja, want voor jezelf toen eigenlijk, stond toen goed in het mm. klassement. Ik vond dat toen wel speciaal, want... Ik zag jou toen die ochtend voor, uh, voor de tijdrit en ik dacht van: Ik ga even dag zeggen tegen Laurens, maar ik zag dat je toch wel <laughs> redelijk in de focus zat, zich gauw gerust laten. Omdat je toch allee, je eigen kansen daar wil gaan houden Goh, um, De laatste week zeker niet, want toen stonden we. Alleen was alles op G en hij was duidelijk wat het plan was. Maar toen wisten we nog niet echt waar dat G stond en, en hoe dat de vorming zijn als, als het bergen waren, wat ook nog geen echte bergrit gehad. Dus toen was het zaak om altijd te blijven rijden. En, uh, maar ja, laatste week was het. Uh, maar dan uiteindelijk ben ik blij dat ik het op 10 heb gehaald. Uiteindelijk toch iets hierop te zijn en uh, een beetje bucketlist toch wel dik. Dus aan, afhankelijk van jouw uitslag in de tijd, gaan we zien of je voor een GC gaat of niet? Normaal gezien niet, sowieso niet. Maar moest het zijn, is het gewoon met, als doel om druk te zetten op de, op de concurrentie. Ja, Oké. Okay. Ja, dag nadien is het al uh, onmiddellijk klimmen naar uh, Laguna Nera. Uh, het is zo'n beetje een doorslagje van de 2020 dat? Een aantal van de ritten zijn ongeveer hetzelfde. Toen zijn ze daar ook toegekomen. Um, toen won Dan Martin voor Roglic en, uh, en Carapaz. Uh, laatste klim 7 kilometer, 8 kilometer aan, aan 6 procent. Maar de laatste 700 zit er een stukje van. De laatste 700 zijn 10,5. Dus daar zijn kansen voor Drain Thomas, denk ik, om. Uh, ja. Nog eens te den Dus je ziet dat je hem daar goed verhaal hebt. Um, rit 12 is inderdaad wire, etappe naar Zaragoza. Uh, mm -hmm. Maar ook een kans voor de, de sprinters. En dan gaan we een Rit 13 al onmiddellijk uh, de eerste echte koninginrit, denk ik, naar een Tour mm. Met uh, op voorhand ook al twee calls daar, daarvoor. Dus onder uh, 34 kilometer. Maar 4300 hoogte meters. Is het uh... dezelfde kant van een Tour of is het een andere kant? Het is de luzard kant uh, Luz-Saint-Sauveur kant uh, Ander. deze, de andere kant. ja. ja, ja. Minder zwaar of zwaarder. Maar mm, dus, jij vraagt aan hem wat parcours zijn. <laughs> ik, vind wel, ik, weet je, ik, ik, ik heb het gevoel dat is dus wel zo de briefing nog eens hij, hij herbeleven, heb ik het gevoel. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja maar, nee, inderdaad. Maar ik denk dat ik die vraag toen ook gesteld <laughs> <denk>, dus, ja. <laughs> heb. <laughs> maar je een de favoriete kant op de toer, even... uh, Ik denk die kant. Ik denk dat we die ja. in een Tour van 19 ook gedaan ja. hebben. Toen dat Pinot. Won. Ja. Dus ja, ik vond dat wel een schone kant. Maar ik ja, ken een andere kant die, dus kan niet zeggen. <laughs> um, en dan, ja, etappe 14. Opnieuw Pyreneeën in naar uh, Lara Belagua. Uh, of vooral Lara Belagua. Uh, ook drie kilometer, uh, drie beklimmingen onderweg. Tien kilometer de laatste col. En dan uh, etappe 15. is uh, zo'n verraderlijke rit. Uh, van Pamplona naar Leku-Uberi. Ik had er nog nooit van gehoord. zei dat... Allee, ik wist... Solar heeft daar in 2020 ook gewonnen. Was toen zo'n hele zware overgangsetappe, geen echt grote kools, maar wel heuvelachtig. Uh, maar dit keer zou de aankomst in dalende lijn zijn in ja. tegenstelling tot toen. Maar um, heb je daar soms meer schrik voor voor dat soort overgangsetappes dan voor zo'n echte bergrit? Ja, omdat dan echt de sterkte van de ploeg belangrijk is. Een bergrit is toch nog altijd aan de kopman. Zelf om de laatste 10 minuten of 15 minuten vol bak te rijden. En buiten in, in een overgangsrit, moet je als ploeg echt sterk zijn om de boel te controleren en, en te zien dat er geen gevaarlijke mannen in ontsnapping zijn die niet te dicht staan, wat dat, dat dan gevaarlijk is. Dus ja, ik denk, dat is altijd zo. Ja, ik heb de ingesteldheid van ik mag niet te veel krachten verspillen met het oog op de bergritten, maar ik moet eigenlijk toch wel alles geven om te zien dat er, niet, dat er geen gevaarlijke mannen bij zitten. Dus ja, dat is een grote ronde. Mm -hmm. ja. is er, um, ja, ik ga nu weer gewoon klakkeloos achter de ploegtactiek vragen. Hè? Maar um, is er ook een rit bij die jullie aangestipt hebben voor, <laughs> voor Thomas, bijvoorbeeld? Niet per se. Ik denk uh, dat zijn sterkte is dat hij constant is doorheen de drie weken altijd en dat zijn derde week altijd echt heel goed is. Dus uh, niet per se aangestipt. Ik denk gewoon, ja, Angliru, dat dat wel uh, iets is dat iedereen nerveus maakt. Vaakmakende dus, uh, uh, klim en nog nooit gedaan. Superstijl, dus uh, ja, ja dat, is de, dat is meteen de tweede rit in de derde week. Uh, nadat we van Lenkris naar uh, Beches zijn gegaan, zei ik <laughs> test. Nee, dus ja, de Angluru, het is maar een rit van 124 kilometer, maar dat is heel heftig. Je hebt weinig introductie nodig, denk ik. Er uh, zit een stuk in met 23 procent. Dat, is, uh, ja, dat zal, het is ook niet het langste stuk, maar uh, ja, gemiddeld is dat uh, dubbele, dubbele percentages. Uh, ik herinner mij nog, komt dat door, in 2017, die daar, uh, die daar wint, denk ik, zijn, uh, zijn laatste rit. Maar Dirk, jij weet ze allemaal nog, op de Anglietoel. Ik heb de eerste gezien, in dat weet ik nog, dat ik echt voor ja, de in 1999. Toen heb ik denk ik een uur naar Mist te kijken. Want heel die klim was, was in de mist en we wisten dat Jimenez en Pavel Tonkov waren we twee vooruit. Maar die wisten zelf de streep niet liggen, want die zijn daar eigenlijk toen tussen 20 auto's en motoren ja, bijna wheel in wheel over het finish gereden, niet voor gesprint, niks gebeurd. En Jiménez won toen de eerste keer uh, Angliru. Ja. Maar het, is eigenlijk nog maar, het is raar, het is nog maar 21 jaar geleden. Ja, ja. Uh, nee, sorry, uh, 24 jaar geleden dat de eerste keer Angliru beklommen werd. En ondertussen uitgegroeid tot uh, toch wel een icoon in de, in de wielersport. Hè. En waarom was dat? dat, dat de eerste keer maar was? Uh, daarvoor was dat een onverhard geitenpad. Ja. En ze hebben daar toen uh, wat asfalt op gegoten en gedacht van <laughs> <laughs> we hebben ja. hier nog iets gevonden. Stuur <laughs> daar daar ja zo ja. Zo'n Angliru, is dat iets waar jullie al op een bepaalde manier mee bezig zijn? En dan denk ik uh, materiaal, uh, verzetten of... of uh... Ik denk dat ja, de ploeg daar wel mee bezig is ja. om de ideale verzetkeuze ervoor te kiezen, ik denk dat dat... Uh, 36 oh, zal zijn, van toch wel 36 voor 34, aan. misschien wel achteraan. Dat is al bijna 34. Een ja, ik denk dat wel. Ja, ik, ik weet het niet. De ploeg zal dat wel uitzoeken. Dat is wel altijd leuk aan als ja. de ploeg dat wij er niks moeten aan. Ja, ik wat juist zeggen, je moet echt niet nadenken. Ja, zo goed. We, moeten niet, we moeten niet weten waar dat we aanvallen. We moeten niet weten wat dat we eten. Ja, Let's in go. In de mond steken. En ja, ja. De pizza op. Ja, dat is, is dat wel iets wat jou aanspreekt? Want ik heb het gevoel, bij je MOVISMA. Was dat toen ook wel al zeker aan het opkomen? Bij Ineos is dat misschien nog ongeveer nu op hetzelfde niveau, denk ik. Ja. Is dat iets wat je aanspreekt? Dat je in een wetenschappelijke ploeg zit? Ja, ik denk dat dat fantastisch is als je in een klimmer in die, ja, die drie ronde ploegen kunt zitten. Dat dat, die, die, die ploegen dokteren alles uit voor u. Je. je moet eigenlijk aan niks denken. Hij geeft alles uit de handen. En ja, alles wordt voor je gedaan. Uh, denk als klimmer dat dat een droom is. Dat je soms denkt: van, allee, ik ben hier echt verwend. Zellig. Ja, Doet droom. je thuis was? Uh, mijn vriendin. <laughs> goed. ja. oké, okay, dus, ja, niet over. het wordt het wordt wat doorgetrokken op de verschillende niveaus. Nee, nee. Ja. ik doe ook wel, maar dat was niet ja. Ah, ja, okay. ja. Dus, ik ook niet. Nee, ja. Nee, nee. ik voilà, ook nee. niet. Ja. oké, okay. <laughs> okay, het, het wandelend cliché van de mantas. dat zijn wij. Um, goed, maar dan gaan we naar het 18 uh, naar La Cruz de Linares, de laatste echte echte, echte bergrit. Uh, ik denk dat we daar potentieel de winnaar gaan kennen van de vuelta. Um, drie calls van eerste, één van tweede uh, en één van derde categorie. Dus. Mm. Dat zou ik toch niet durven stellen. Nee. Mm -hmm. Finishes at the finish line. Ja, dat, is, <laughs> dat is waar. En ook die, die voorlaatste rit is echt blijkbaar. Ja, inderdaad. Die is ook, die heb ook wel een stip aangeduid. Dat is, uh, na de overgangsetappe is er nog Manzanares El Real naar Guadarrama. Dat is de laatste keer echt nummer, maar dat is ook vooral 4300 hoogte ja. meters. En dan is het. Tien keer op en af, uh, allemaal wel mm. van derde categorie, maar dat is de hele tijd naar omhoog en naar beneden. Toen um, mij waar... wat denken aan die Vogezenrit in de, in de tour ook opnieuw, ja. maar als ze dat op de voorlaatste dag zo een etappe staken. oké, okay, dat is ook wel hooggebergte, maar dat is niet het. het ja. Dat is een gebergte <tie> dat iedereen goed aan kan. En hier heb ik ook het gevoel van, ik denk, mijn sterke ploeg kunt hier nog iets, maar iets de vraag organiseren. Maar vraag is, vraag is, is het zwaar genoeg om weg te gaan als aanvaller bijvoorbeeld? ik weet het niet, maar ik denk dat je wel als ploeg iets kunt ja, forceren daar. Inderdaad, ik denk dat de sterkte van de ploeg enorm belangrijk mm -hmm. zal zijn in die rit. Ik denk dat 4.300 hoogte meters is echt veel. Met, met kleine klimmen. Dat is een bergrit, hè? Dat is ja. dat maken, ja. sluik. Ja, uh, voilà. ja, 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 Daar kun je echt wel dus, iets forceren. Ja, als een kopman daar een slechte dag heeft, kunnen daar nog echt wel uh, iets iets het klassement op zijn kop zetten. Ja. Oké, okay, dus zoals altijd, it ain't over till the fat lady sings', maar dan gaat het wel over zijn, hè? want dan komen we aan in, uh, in Madrid en dan gaan we sprinten. Um, dat is ook niks voor u, denk ik. Nee, maar vorig, <laughs> vorig jaar uh, zijn er mannen die tijd verloren hebben in Madrid, denk ja. ik. Toch? Dacht het Almeida. wel. Almeida? Ja. Ah, ja. Ja. En Tijmen toonde zijn file op trainingspeaks van Madrid en dat zag er echt... Ik heb nog nooit Madrid gehaald. De eerste keer dat ik de Vuelta deed, ben ik eruit gestapt, de etappe 20. Dus nu wil ik wel echt Madrid halen. <laughs> en, uh, maar blijkbaar is dat nog echt een lastige rit. Oké. Okay. Ja. Ja, bo, dus dan, Sprint, ja. ja, dus dan ja, kan er wel niks meer gebeuren, denk nee. ik, voor het klassement. Maar ja. je, kunt er inderdaad nog, je kan er inderdaad nog tijd verliezen. maar ik vooral onthoud van, gaan ze het parcours nu, de drie weken? Mm -hmm. uh, dat je gewoon tijdens de bespreking van de tweede week gewoon in slaap is gevallen. Dat hij <laughs> heel, de derde week echt heel goed echt alles weet. Want uh, daar is hem, denk ik, vooral mee bezig. Een machine met Ik heb nog twee vragen. Voor, uh, voor iedereen. De eerste uh, ligt voor de hand, denk ik. Maar wie bent de veldaar? Roglic. <laughs> Primoz Roglic. Dirk. Oh, ik denk het ook. <laughs> ik geef het niet oh, graag toe. Ik ga Remco zeggen. Ja, Gewoon uit okay. vaderlands liefde. Dat is mooi. Gerin Thomas. Ja. Kan niet anders. Nee, dat kan niet anders natuurlijk. Ja. Ja. Dan moet ik nu ook iets zeggen? Of is het... Ja? Uh, uh, Jusso. Mannen. Mm. Ja. 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 Er moeten er moet maar twee keuze. mensen vallen. En alles kan op zijn kop staan. Hè. Uh, en dan had ik nog één vraag. Wie wordt er tiende in <laughs> deze velden? Uh, oei, dat vind ik wel een goeie. <laughs> Dat is een moeilijke vraag. Zal ik beginnen? Want ik heb tijd gehad om erover na te denken. En ik zei, ik gooi het nu pas voor je voeten. Dus ik schrijf Oyer Lascana op. Maar nee, hoor, dat is niet echt de klimmer. Nee, dat weet ik. Um, Ikita. Die laat ook zijn. Ja, doe mee. Ah, ja, oké. Okay. Ja, maar ik, ga, ik zal Laurens besparen dat hij zichzelf zegt, dus ik zal Laurens de plus zeggen. Ja. Um, ik had er liever wat deftiger over nagedacht. Ja, eh. ik had daar nog niet heel, Ja, <laughs> Dat is zo vooral mij. Uh, tiende, dat is nu niet echt zo'n vraag dat je vaak, vaak krijgt. Hè? Nee, wat ik dacht tiende? ik wil eens... <laughs> ja, ik wou het speciaal doen. En, en hij uh, maar. die rijdt ook niet meer mee, want ja, zo, nee, de, dat is normaal Dat was normaal. Uh, de 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 eeuwige tiende. Tiende. Ik heb een goeie, Guillaume, Guillaume Martin. Ge geen Ach, we mee, Ah wel, dat is ja. een, de Franse Zubel eigenlijk. Ja, ja. 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 absoluut. Guillaume-Martijn. Oké, okay, goed, we schrijven het op. Uh, en dan uh, zitten we natuurlijk een beetje aan het einde van onze show. Ja. Dan is het altijd tijd voor de giveaway. Uh, ik moet eerst die van vorige week nog weggeven. En de vraag was: wat doe jij om uh, top te zijn voor je trainingsrit? En ik heb er eentje uitgekozen. Er zijn wel. Heel veel toffe dingen Ja, Heel veel, heel veel toffe zeggen, dingen. Heel veel originele <coughs> dingen. Ook uh, heel veel geconnecteerd met drinken. en ja, mensen, Vond je ja. wel van de aardbewoners dat ze dat haalden? Ja, wel. Kijk, ik ben voor de meest originele gegaan. Ja, okay. Ik ga niet zeggen dat het raad is die je moet volgen. Misschien iets voor Juwen Thomas, dat weet ik niet. Maar um, het ging als volgt: De dag voor de rit, 15 gouden kegels naar binnen binnenkelen. S'nachts de koelkast opentrekken en alles wat eetbaar is opvreten. Om daar uiteindelijk een half uur voor vertrek de glazuur van de pot te spaven. Alles, alles om op ideaal gewicht te staan. Ja, dus ja je, ja, je kan maar kilo's verliezen natuurlijk. Hè. Dus gefeliciteerd aan ad Jozef Zon. Uh, jij wint het race-worn truitje van Victor Kampenaerts. Hij heeft er ook mee op het podium van de Tour gestaan. Dus uh, we contacteren jou. En er is een nieuwe giveaway. Um, ik, Laurens, ik zou zeggen... Uh, Tom, het, is ook, Tom, het is ook gepersonaliseerd. Ik zal hem uh, naar jou gooien. Ja, het is een echt exemplaar, want ja. de naam staat erin. Uh, nee, het is onze mooie or oranje shirt, uh, onze trainingsoutfit. Ik denk dat het wel eens speciaal is. Uh, ja, ik ga niet meer trainen, denk ik, na de Velda. Dus <laughs> ik dacht, uh, geef een trainingstruitje weg. En, uh, nee, ik denk, uh, mooie. Zo worden er niet veel gemaakt, hè? Nee, klopt. Kunnen jullie die kopen ook? Denk het niet. Nee, nee. nee, nee, nee. Dus, voilà, dus, dus, uh, dus, uniek exemplaar. Hyper-exclusief na de Supercombatief. Van de tour mm -hmm. hebben we nu de nummer 10 van de Giro, waar we een truitje van kunnen weggeven. Dus dat is. En uh, dat het is super. veilig. Het dus valt op. Oh. Ja, ja, ja. Voilà, valt op. Het is heel simpel. Ga ja, gewoon naar onze Instagram-pagina, Podcast, Volg die, en daar komt later uh, een post op waarop staat hoe je kan winnen. Uh, hoe je dat truitje kan winnen. Kan ik eigenlijk maar afscheid nemen? Jappe, bedankt dat je erbij was. Merci, alweer. Ja. We zien elkaar. Tussendoor misschien ook nog, maar ook na de Vuelta. Misschien een keer gaan eten of zo? Misschien een ja. keer gaan eten. Ja. Voilà. Ik ja. zal Negronis bestellen. Dat. dat is goed. Dirk, maakt Negronis. Oké, okay, zalig. Uh, ja, en Laurens Plus, ongelooflijk bedankt dat je erbij was. Heel veel succes. Um, en ik hoop dat jij de, de Vuelta van je leven rijdt. En niet de Giro, zoals ik daar straks zei. Dankjewel. je wel. En DoG is de groeten hè, van ons. Ja, ik zal het ja. zeggen. Dat, uh, dat, dat vooral van die desperado's. Je moet er eens een keer mee over hebben in What's Van ja, ja, ja. Die, die gasten uit, uit België, die, uh, ik had hem gezegd ja, dat ik een podcast ging doen. en Hij zei, hij vernoemt What's Curing, Daarmee dat ik begon. we <totstuk> ah, <ja. totstuk> <totstuk> 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 wilde nu ons vernoemen bij, bij ja. hem. Dat ja. is goed. Zo werkt dat dan zo'n beetje. En voor iedereen die geluisterd heeft of gekeken heeft, bedankt om... Erbij te zijn bij deze Vuelta preview, niet Giro preview, zoals ik soms gezegd heb. En tot de volgende keer. Als je nog niet genoeg hebt van Valsplat, dan kan je gewoon hier ergens klikken. Kan je je abonneren of gewoon naar meer afleveringen kijken. Nog niet genoeg van Friends of Sports, dan kan je alle andere podcasts ook terugvinden door hier ergens te klikken.